Op 30 april moet het klinken van Maastricht tot Groningen, van Den Haag tot Enschede. Een groot applaus voor de componist. Geef hem een groot applaus. John Eubank. Die nodigde mij daartoe uit. En je zei onmiddellijk ja? Ja, ik zei gelijk ja, want ik had ook al jarenlang een melodie waarvan ik niet wist wat ik ermee moest. Zeg maar in die zin dat het te groots was. Hallo John. Deze zin zou ik vanaf nu niet meer uitspreken. Ja, maar het is wel zo. Het is eerlijk? Het is eerlijk. Het is, eerlijk. Nee, het is ook gewoon zo. We krijgen een leftovertje. Nee, het was juist iets wat eigenlijk te groots is voor gewoon een popliedje. Te groot voor Borsato? Ja, nou ja, wel in die zin dat het dient een groter ding, iets koninklijks. Marco zou dat ook niet per se zingen of zo. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon iets wat daarop heeft liggen wachten. En ik zei, nou, ik speelde het aan hem voor en hij had ook zoiets van, ja, dit is echt fantastisch. Ja, en dat is de melodielijn, die ga je straks aan de piano. Stay silent. All day, every day, you're seeing flying at you the revelation of His glory and His grace, His provision in your life, His kindness, His goodness, His greatness. And times like this, we just simply have to reply, don't we? We just simply have to sing a song back. That's what worship is breathing in the wonders of God and then finding a way to breathe out His praise. Are we up for that tonight in this place? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Sing, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Your riches. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on saying. 10,000 reasons for my heart to find.
Ik zei, nou, ik speelde het aan hem voor en hij had ook zoiets van, ja, dit is echt fantastisch. Ja, en dat is de melodielijn, die ga je straks aan de piano spelen. Want... Je reageert zo kalm, valt me op. Iedereen wilde dit natuurlijk ontzettend graag. En ja, ik had het nummer ergens liggen. Nee, nee. ik doe het maar eventjes. Ja, nee, ja, het is... Heb je heel lang gedacht van, nou, als ik word gevraagd, dan zou dit hem worden? Of nee, maar ik ze had vragen jou en je denkt, hey, dat ga ik gebruiken. Nou ja, toen ik hoorde dat dit speelde, toen heb ik Richard Krajicek een sms gestuurd van... Ik heb volgens mij iets wat misschien geschikt zou zijn. Ja. Of wat deels geschikt zou zijn of iets. Toen zei hij, nou, ik zal je in contact brengen. En toen hoorde ik daarna helemaal niets meer. Dus ik dacht, nou ja, misschien zijn ze met andere dingen... En toen hij voor mijn deur stond, toen dacht ik van... Nou, dit is daar echt voor mijn gevoel geschikt voor. En nog even, we gaan het straks horen. Ja, natuurlijk. Ja. John, zie je het voor? Ik was de eerste die het voor me zag. John, ga aan de vleugel zitten en laat ons de melodie horen waarop wij... straks voor de borst meezingen. Hopelijk. Of ik eindig aan zo'n boom net als de Bart uit Asterix en Obelix. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Oké. Okay. Thank you.
Nee. Zo simpel moet ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik zeg het je eerlijk. Dit heeft inderdaad iets hymnisch. Dat dacht ik dus ook. Ja. Nu even tot... Dank je wel. Even de zangers. Wie gaan dit zingen? Uiteraard. Oké. Okay. En daarom ook de tekst is leuk als mensen daar inderdaad aan mee. Ik zou dan graag met een comité ga ik daar naar kijken van mensen waarvan ik denk dat die goed over een tekst kunnen oordelen ook. Melodie. We gaan voetballen. Tot zover. Tot morgen. Ja.